President Santokki ontving gisteren de Halliburton Group, die hun investeringen in Suriname wil uitbreiden. Halliburton, dat al 40 jaar met staatsolie samenwerkt, ziet groeipotentieel in de olie- en gasindustrie. President Santokki verwelkomde de plannen en drong aan op lokale betrokkenheid. Staatsoliedirecteur Jagisser hoopt dat Halliburton meer diensten vanuit Suriname aanbiedt, vergelijkbaar met hun activiteiten in Guyana. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid bezocht op 5 augustus de hulppolykliniek van de RGD in Kanawapibo, Komowene. Het doel van dat bezoek was evaluatie en verbetering van de gezondheidszorgvoorzieningen aldaar. De poli, die 2 artsen en een hulpapotheek heeft, bedient ongeveer 500 bewoners. Ramadine besprak mogelijkheden om de dienstverlening te decentraliseren, vooral voor afgelegen gebieden langs de Kotika-rivier. De minister benadrukte het belang van toegankelijke en kwalitatieve zorg voor alle Surinamers en beloofde verder verbeteringen in de gezondheidszorginfrastructuur. Het ministerie van Economische Zaken meldt een tekort aan aardappelen en gele uien in Suriname en waarschuwt voor prijsopdrijving en hamsteren. De maximale prijzen zijn 51 SRD en 60 cent voor aardappelen en 37 SRD en 70 cent voor gele uien. Importeurs hebben minder ingevoerd door mislukte oogsten en wereldwijde tekorten. Winkeliers worden opgeroepen mee te werken aan controles en burgers kunnen verdachte prijsopdrijving melden via het nummer 1940 of WhatsApp.